Vandaag beginnen de eindexamens voor VWO'ers en HAVisten. VWO'ers mogen aftrappen met Nederlands en HAVisten met scheikunde. Morgen starten ook de VMBO-examens. Leerlingen van het Canisius College op de Bergendalseweg voelen vrijwel geen examenstress voordat ze beginnen. Nou, de afgelopen weken nog niet, maar als je hier zo staat, weet je wel, met al die mensen, dan voel je toch wel een beetje opkomen. Nee, op het moment heb ik nog niet echt examenstress, maar ik denk als ik straks eenmaal daar zit, dan komt het denk ik wel. Over wat het moeilijkste en het makkelijkste vak is, zijn de meningen verdeeld. Wiskunde B is mijn moeilijkste vak en mijn makkelijkste vak is denk ik natuurkunde. Ik denk MNO, daar heb ik tot nu toe ook het meest voor gedaan, want dat vind ik gewoon lastig en ja, daar moet je er veel voor doen. Het moeilijkste denk ik toch nu Nederlands, omdat je daar geen 5 voor mag halen en je kan het niet heel goed verleren. En het makkelijkste denk ik toch aardrijkskunde of economie. Economie sowieso, omdat we daar heel veel tijd voor hebben om te leren. 6 dagen heb ik het voor. De 3 leerlingen denken dat ze de eindexamens gaan halen. Ik denk het wel, ja. Ik sta geen onvoldoendes, dus als ik gewoon mijn best doe, dan moet het lukken. Ja, dat wel. Ik sta nu geen onvoldoendes, maar als ik ergens op ga zakken, is wel vandaag Nederlands, denk ik. Ja, zeker. Ik heb goed voorbereid, dus het moet wel gewoon te doen zijn. Weten ze al wat ze gaan studeren na de examens? Ik heb deze week 2 weken terug ingeschreven voor bedrijfskunde en hier in Nijmegen. En nou, ik heb ongelooflijk veel zin in nu. Kunstmatige intelligentie op Radboud hier. Ik wil, als ik klaar ben met mijn examens, werktuigbouwkunde gaan doen in Arnhem op de Ham.